mee te nemen vindt. Maar als eerste geef ik jou je eerste cadeautje. Je allereerste, hè? Voor vandaag, want je bent morgen jarig. Ja. Ah, dat gaat. Hier zit het in. Ja, weg die telefoon. We zijn nu niet bezig met spelletjes, Vins. Ja, spelletjes belangrijk voor Vins. Niet te geloven. Ja, heel belangrijk, hè? Yes. Mislukt. Jammer, joh. Jammer, joh. Ja, schat. Nou, mijn schuld. Weg die telefoon, joh. Ik ben helemaal bezig. Ik ben voor die andere. Nou, hand op. Ja. Die is bij jou, ja. Die was je vergeten mee te nemen. Dit is dus mijn vergeten cadeautje. Ja. Flauw. Die wou ik ook met Valentijnsdag geven, maar ik was vergeten. En dan pak ik nu je andere cadeautje. Dat wordt leuk voor Vinci. Vinci. Ga je hem op de eettafel zetten? Nou, hier is je andere cadeau. Ik ben weer aan de beurt weer. Hè? Je bent weer aan de beurt. Oh, nou, dat spel is niet belangrijk hoor. Hoi. Ja, gespeeld. Jammer dan. Dat spel is niet belangrijk. Laat je telefoon eens even met rust, man. Dat is voor jou. Een kaart. Hè? Een kaart. Ja, biggie biggie kaart. Hou eens hoger. Een jaartje erbij, je hebt weer een doel bereikt. Jee! Nou, dat is toch leuk? Nee, ja, doe maar. Ja, maakt toch niet uit? Ja. En dan vind je? Ja, grappig. Die is leuk, hè? Ja. Of niet? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dan kunnen we deze hier zo zetten. Gewoon hier. Oké, bij het laatste cadeautje, Vince, moet jij je ogen even dicht doen. Oké, en je handen vooruit. Beide handen. Zo, ja. En niet kijken. Niet kijken, hè? Nou, hoeveel vingers steek ik op? Nee. Oh, je keek! Mag niet kijken! Je zet mijn beetje op zich. Nee, je mag niet kijken. Ogen dicht. Okay. Niet kijken, hè? Nee, ik meen het. Niet kijken. Ogen dicht. Helemaal dicht knijpen. Ja, zo ja. Hou ze dicht. Hij mag niet kijken, namelijk. Dicht knijpen! Hij kijkt weer. Dicht knijpen! Nee, dicht knijpen. Ik zie dat je kijkt. Anders krijg je het niet. Handen gespreid. Of klap bedoel ik? Oké. Ja, niet zo. Vins. Plat, ja zo. Je mag kijken. Die is voor jou. Dankjewel. Hugs and kisses. Lots of love. Hoe vind je? Mooi. Leuk toch? Ja, ze, ja, leuk. Mooi. Die kun je gewoon daar zetten als je wilt. Of op de slaapkamer, mag je zelf weten. Ja. Nou, ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik vind het heel leuk, ja. Ja, ik wil aan de trui. Hè? Ik wil aan de trui. Dat is mijn cadeautje voor Vins. Ik hoop dat hij, ja, nou, ik heb net, hij zegt net al, hij is er blij mee. Dus ik ook. Ik vond het al leuk om het te geven. Ja, dit is nu opgehangen voor Vins. Dat de meubels en andere tv's, zoals jullie zien. Dit is een grotere. En ik ben stom genoeg mijn camera mee te, vergeten mijn camera mee te nemen. Dus dat mag gewoon zo. Hè, Vins? Zo kan het ook. We zijn goed te verstaan. Dat weet ik ook. Ik hoop het. Normaal, Roep ik steeds, ik versta je niet. Ah, die staat leuk zo. Hier was wel tafel. Staat gewoon leuk zo op dat ding toch? Had dat beertje ook op moeten staan. Die heb je nu op tafel gezet. Ja, ik dacht dat het wat. Maakt echt niet uit.
Doe die erbij. Ja, zo dus. Weg. Gaan die kabels nog anders worden of blijft dat gewoon zo? Dat is de bedoeling, denk ik. Nee, dat zo blijft. Maar goed, dat... Nou, komt wel goed, toch? Ik denk dat is niet al lang van... Je hebt toch zo van strip of zoiets? Oh ja, die dingen kan ook. Ja. Zo, nou, grote tv. Mm-hmm. Alvast gefeliciteerd, liefie. Dankjewel. Ja. Ja, alleen het is nu een beetje raar kijken door dit hier. Zo, ik moet nu hier naar die camera zo kijken in plaats van zo, want dat heeft geen nut. Ik moet zo kijken, hallo! Maar tot later! Nou, ik ben nu eventjes alleen thuis bij Vince. Want hij wilde ineens naar de kapper toe en we hadden 2 uur gelopen buiten. In die tijd dat we buiten waren, toen zagen we ook ineens heel veel politieagenten. En wij zaten alleen maar van, wat is er aan de hand of zo? Is er iets gebeurd of zo? Totdat we ineens zagen dat ze jongeren tegenhielden die op de scooter waren. Heel veel jongeren. Wij zaten alleen maar van, oh nou oké. Okay. Heel veel mensen gingen mopperen van, ja waar slaat dat op om de jongeren tegen te houden? Ze doen niks verkeerd, maar ja, je weet niet wat er vooraf is gebeurd, hè? Dus ja, dat is al 1 punt lastigheid. En ik probeer nu iets los te maken. Vince heeft kapsalon voor ons beiden besteld. En nou, die is even bij de kapper. Handig. Maar ik geloof dat ze van de knoflook af wilden of zo. Dus ik heb geen idee wat ze hiermee willen. Maar ja. Het is een beetje gek om met mijn telefoon zo te vloggen. Maar hey, het went wel. Ik zie ook mensen buiten lopen. Maar dat komt wel goed. Even kijken. Ik heb gewoon een kleine kapsalon gedaan. Ik wou niet zo heel groot. En ja, ik heb 2 terugvallen gehad in de supermarkt. Dat ging fantastisch. Ik dacht van ja, lekker. Maar gelukkig gaat het goed verder hoor. Maar gewoon heel erg moe daardoor. Waardoor ik even geen zin meer had om mee te gaan met Vince. Anders was ik wel meegegaan. Maar het ging even niet meer. Dus dat is balen. Maar ja. Ja, we komen er wel door toch? En ik ga straks weer naar huis. Vince's zwager gaat mij brengen. En dat is heel erg lief. Ja. Want Vince gaat dus morgen naar zijn ouders. Zoals ik al eerder had gezegd. Ik ben niet boos of zo hoor, totaal niet. Het was alleen een beetje vreemd geregeld. Ik had iets van, ja, ach, laat maar, weet je. Valt weinig aan te veranderen. Maar ja, shit happens. En ik geef het eten. Oh ja, voordat jullie iets hebben van, waarom ga je niet samen met Vince eten? Hij zei, begin maar, het duurt nog wel even voordat ik klaar ben. Dus, ja, duurt eventjes. En hij is er echt niet. Nee. Hij is echt bij de kapper toe, dus naar de kapper toe gegaan. Dus, nou ja, mij zien jullie later weer. Tot later! Nou, dit is Prins, jemig. Vince kapseltje. Nou ja, Prins. Hallo Prins. Laat het zien, links naar rechts. Mooi, ziet er goed uit. Dank je. Maar het moest niet korter of zo, of wou je dat gewoon zo? Gewoon zo, goed. Want meestal wil je het nog korter dan nu hebben. Ja, we zijn ook de eerste keer de nieuwe kapper. En het was wel later, hij wou weg. Moest wel naar huis. Ja. Hij moest naar huis. Er was ook iemand aan het wachten op hem. Oh. Ja, en dan heeft hij toch nog de uitzondering voor jou gemaakt. Mm-hmm. Dat is wel lief. Ja, ja. Nou, eet smakelijk. Ik vroeg hem ook of hij mijn baard wilde gaan scheren. Ik zei, nou ja. Oké, okay, ik doe dat dus. Nou, maar hij heeft het gewoon zo gedaan. En dan zei hij een beetje... Gewoon even snel. In model. Wel lief. Volgende keer zei je het zo. Nou, het is toch lief dat hij het wou doen? Ja. Hij moest om 7 uur weg, maar je was om 7 uur aan de beurt, denk ik. Half 8 moest hij weg. Half 8 moest hij weg, oké. Ja. Nou, ik hou je niet langer op, jij kan lekker eten. Lekker. En dan heb ik even mezelf in beeld. Goeiedag allemaal. Kijk, nou kan ik wel gewoon in de camera kijken. Goedenavond, ja. Nou, wat is er aan de hand? Wat is er? Oh, jij gaat hem nu vastzetten. Nee, je moet eten. Je moet eten, gekkie. Ja. Het is een lange dag. Nee, ik wou iets zelf zeggen. Ja, jij gaat lekker eten. En dan zie ik jullie weer bij een volgende keer of zo. Volgende keer. De weekvlog is nog lang niet afgelopen. Ik ga straks naar huis toe. Drink ze. Dus, cheers. Ik heb geen drink hier, maar goed.
Ik ga zo meteen lekker naar huis toe. Vince gaat nu eventjes eten. En misschien kan ik even naar de Pokémon kijken wat Vince aan het spelen is op zijn telefoon. Ja? Zeg het maar. Ik dacht eieren uitlopen eigenlijk. Eieren uitlopen. Oeh. Ja. Rustig aan. Ga jij maar lekker eten in plaats van op je telefoon kijken, want ik weet niet hoe laat het is, maar... Het is 9. 9:15, dan heb je nog een kwartier om te eten. Eten, grappie! Hallo? Eten, grappie! Ja. Tot later! Zwaai, zwaai. Geurmeertjes in de zeeje. Nou, het is nu zondag en ik laat mijn telefoon vallen. In mijn toilettas. Gaat wel goed zo, Vince. Het is nu zondag en gisteren heb ik niet gevlogd tijdens de verjaardag van Vince. Maar het was wel heel gezellig. Hè, Vincey? Ja. En wat ga jij doen? Tanden schrubben. Maar dadelijk staan ze al voor de deur. Ja. Oké, Vince gaat zijn tanden poetsen en ik ga dat dadelijk doen, maar eerst ga ik eten. Vind ik fijner eten, want als je nu gaat tanden schrubben en dan gaat eten, dan smaakt je voedsel niet zo lekker. Wat doe jij? Oh. hoor je dat kleren in de wasmand pleuren? Oké. Moet dat ook in de wasmand of zitten nog kaartjes aan? Hè? Zou je vandaag aan kunnen trekken? De nieuwe trui? Nee? Hoezo niet? Dat is nieuw, dat moet ik van vies aan. Vies? Is het. Wie? Is het. Oh, dus dat wil je op een feestje aandoen? Ja. Praat eens harder. Ja. Nog een keer, dat is wel grappig. Nou, ga dan je tanden schrobben. Ga nou je tanden schrobben, Vince. Nou, dat is Vincey. En ik kon die palmolief niet vinden. Die palmolief. Ja, daar heb ik niet naar gekeken. Ik zat even, waar is hij eigenlijk? Hallo? Daar ben je. Hallo? Oh, daar. Ik hoop dat hij nog dicht zit. Oh, nou, ik zie ook net dat mijn haar niet goed zit. Nou, het zit nooit goed bij mij. Ja, ja. Nou, ik geef lekker eten. En we gaan vandaag weer naar buiten toe waggelen. Ja. Ik zonder wandelstok, want ik heb de mijne niet meegenomen, stom genoeg. Ik heb mijn gelegen. Nou, die bij jou staat niet op mijn hoogte. Ga je verstellen? Ja, oké. Goed, ik ga met alles op. Ja, ga dan. Hup, schiet op, joh. Ja, wow. Ik doe niks. Nee, ik doe niks. Houd jezelf op. Je had al lang je tandenborstel kunnen pakken. In die kast. Ja, goed zo, jochie. Pokémon! Wat doen we in het zonnetje? Pokémon spelen. Ja, je wilt nog gaan zitten. Je hebt een rust nodig. Nou, ik roep al een paar keer zo, we gaan lopen. Ja, dat maar je vindt Pokémon belangrijker. Nee, ja. Ja. Nee. Ja. Nee, nee. Jawel. Nee. Ik heb al een paar keer gevraagd. Je vroeg dat net. Ik heb het al 3 keer gevraagd. Ik heb het geleden. Ik heb het al 3 keer gevraagd. Ik heb het al 3 keer gevraagd. Gemeen, gemeen. Is dat gemeen, gemeen? Ja, gemeen, gemeen. Gemeen. Is dat de glieg? Jij. Ja. Jij liegt. Helemaal niet. Jawel, je liegt. Niet waar. Wel waar. Nee, schoen, niet. Nou, jullie weten, wij, Vince en ik zijn bij de Action geweest. Flink gelopen dus. Maar hier heb ik er 2 van gehaald met Vince. 2 voor mezelf en een paar voor Vince zelf. Maar ik zal ook net zien wat Vince heeft. Deze is voor Vince. Vince houdt van pittig eten. Dus ik leg het alvast voor hem hier neer. Ik heb nu ook eventjes een boodschappentasje gepakt. Voor de spullen die ik meeneem. Voor mezelf. Ja, nou ja, dit is ook voor mezelf. Lood, zeg maar, voor vissen, om te vissen. Ik had het niet. Dit is voor Vince weer.
Ik zei tegen Vince, deze plakken wat fijner en makkelijker dan die witte dingen, zeg maar. Die laat altijd zo snel los, vind ik dan hoor. Even kijken. En dan gaan we voor dit. Touw. Wol eigenlijk is het, als ik het goed heb. Ja, dat is gewoon wol toch? En hiermee ga ik dus armbandjes maken. Lijkt me heel erg leuk om te doen. En ik heb er nog eentje. Ik heb er nog een paar, maar ik weet even niet waar die zijn. Ja, deze is ook van mij, deze geur. Lavendel is dit. Die andere is, eventjes kijken, Mixed Berries. En dit zijn geurstokjes. Even kijken. En dan hebben we nog ditte. Ik ga weer tuinieren. Joehoe! Dus ja, dat is echt super leuk. Dan heb ik deze. Als ik echt te moe ben om eten te maken, dan is dit hooguit binnen 8 minuten klaar of zo. 10 minuten of zo. Ja, 7 minuutjes klaar. Coolly Quick. Je hebt ook nog een andere versies ervan, maar deze vond ik toch wat lekkerder. En dan deze voor de rattenvoer. Dat binnenste haal ik eruit en dan doe ik hier de rattenvoer in. Ik heb ook een mix rattenvoer bij. Dus ik ga het pas in de tas doen een beetje. Zo. Oké. Vince heeft ook dit gekozen. Dit gaat hij morgen uitdelen op zijn werk. Zijn snoepjes. Wat voor snoepjes het zijn, ik heb geen flauw idee. Iets van Toffino Choco heet het. Ik ken het niet, maar Vince gaat dat uitdelen op zijn werk. Vince heeft ook 2 of 3 hiervan gekozen voor zichzelf. Lampen voor op het balkon. Dus ik zei tegen hem, dan moet je ook bloembakken hebben, dan kan je het erin steken. Maar dat komt nog. Even kijken. Deze voor mezelf. Het zijn honey and salt cashew mix. Hartstikke lekker. Zo. En dan hebben we hier nog iets. Yeah, nog meer wol. En dan deze hier. Zo kan ik ook wat leuke dingetjes mee maken. Ik moet alleen even op internet kijken wat voor dingetjes hiermee ik kan maken. Ik weet nog niet wat. En als het goed is, is deze. Ja, deze is voor Vince. Voor in zijn eigen huis. Het ruikt al lekker, vind ik. Maar volgens mij is het een stuk of zo. Oh, er zitten balletjes in. Ik denk, wat hoor ik toch? Ja, dat heeft deze ook. Er zitten balletjes in. Echt heel grappig. Je hoort ze ook. Er zitten balletjes in. Dat wist ik niet eens. En dan, oh ja, deze is ook van mij. Er was er maar eentje, helaas. Eentje van deze, French Vanilla. Dat is echt maar eentje. Ik vond het echt zo jammer. Ik hou van vanillegeur. Dus dat is deze. Hij is een beetje vervormbaar of zoiets. Of hoe je dat noemt. Oh, blijf staan jongens. Goed zo. Dit is ook van Vince, deze en deze. Dit is een fruitschaal, zoals Vince het noemt. Dus... dat is voor Vince. Daar weet ik niet meer. Ik zet hem even daar neer. Maar ook die heb ik ook van mezelf. Dus ik heb er ook één. Eindelijk na zoveel jaar. Yay! Kan ik jullie even in doen. Zo. Zo. En zo. Scheelt eigenlijk ook weer ruimte. Had ik eigenlijk eerst in die tas moeten zetten dit ding. Dan heeft Vince nog, of ja, ik deze dan nog een andere. Dan heeft Vince nog een extra van deze. Hij had er al eentje, maar hij wou er nog eentje. En die heeft hij vandaag gehaald. Dus die kunnen we zo meteen even samen in elkaar zetten. Als hij dat leuk vindt. Hij is nu even ergens anders bezig. Even kijken. Voor Vince, ja, hij heeft 4 van die zakken toffee gehaald. Die gaat hij morgen uitdelen op werk. Vince heeft ook jarenlang last van jeuk in zijn been. Echt onderhuids is het. Dus ja, daar heeft hij dit voor gehaald. Ideal. Ik hoop dat het helpt. Levo Mental Cool Gel. Dat het verzorgd en verzachtend is. We hopen dat het helpt. En anders moet hij naar de huisarts voor. En daar was zijn nagelknippen kwijt. Dus hebben we een nieuwe gehaald. Even kijken. Wat zit er nog in? Oh ja, dat was het eigenlijk. Ja, die choco ding hoef je niet nog een keer te zien. Dit is er nog eentje. Dus ja. Dat was het eigenlijk. En jij vindt dat ook nog Red Bull gedronken daar zo. Ik vind dat zo'n zoete, mierzoete zooi. Ik hou daar niet van. Maar ik hoop dat jullie dit eventjes leuk vonden om te zien. En straks ga ik weer naar huis, maar we gaan ook eerst eventjes eten. En dan zijn we ready om te gaan. Hey, hoe laat is het eigenlijk? Ik ga wel op mijn andere telefoon kijken. 6:30, tijd om te eten, Vince.
Over anderhalf uur komt de taxi. Dan gaan we naar huis. Ai. Maar dit was hem dus. En tot straks. Weer thuis. En Vinci wordt al zo meteen opgehaald. Hallo, wat doe je? Of alles erin zit. Nou, kijk wat ik bij de ratjes heb gedaan, mensen. Ik heb dit erin gedaan. Het past niet alles. Niet alles past erin. Dat is wel jammer. Want ik weet niet hoeveel liter dat ding is. Die zak hier zo. Ik zie het er niet op staan. Oh, 1,5 kilo. Shit. Net te veel nog. Ja, dat is jullie schuld. Jullie vreten veel. Of niet soms? Jullie vreten te veel. Hé, hey, Luna, je bent weer gewicht kwijt, hè? Iedere keer als ik weg ben, eet jij niet. Stoute rat. Ze eten uit je hand. Ja, ze eten pas als ik thuis ben. Ik heb gelezen dat meerdere ratjes dat doen. Nou, ze zijn gewend aan een hand die ze eten geeft. Of dat iemand thuis is. Ja, ze vinden het fijner als ik thuis ben. Gekke ratjes ook. Dan pas eten ze. Ja, het moet niet gekker worden. Wat zit hier op mijn stoel? Wat was dat? Er zit iets op die stoel hier. Oh, het is een motje. Enge beestjes ook. Wat wou je doen? Oh, dan moet ik je telefoon geven. Ja, dan moet ik je telefoon geven. Oh, je moet eerst nog die Red Bull leeg zuipen. Je denkt pas alweer Red Bull. Ja, Vince heeft weer Red Bull gezopen. Kijk, zo'n derde blikje van vandaag. Of niet? Hè? Nou, wacht even dan. Nee, ik ga het ook niet echt doen. Au, dat is zeer. Au, ja, oké. Ik ga de vlog afsluiten, de weekendvlog afsluiten. Ik heb een heel gezellig en leuk weekend gehad. En ik wil even ook iets ophelderen voordat mensen een verkeerd beeld krijgen van wat er is gebeurd. Mijn schoonmoeder had ook uitgelegd, er is niet genoeg ruimte om te kunnen logeren. Want er is echt niet genoeg ruimte. Woonkamer is ook al klein, dan ze willen mij niet in een koude woonkamer laten slapen of zo. Dat vinden ze heel naar, want dat tocht heel erg. Er is al een aantal keer iemand geweest om het te laten maken. En het is een tussenwoning, dus niet voor altijd, maar het is een tussenwoning. En daar en ja. Ja, het is echt niet denderend goed daar, zeg maar. Ik hoop dat hun huis dan voor hunzelf ook echt heel gauw klaar is. Dat ze lekker daar kunnen wonen zonder ziek te worden of wat dan ook. Want ze willen niet dat ik ziek word. En dat snap ik ook heus wel. Alleen, ik vond het een beetje gek geregeld van Vince. Omdat hij ook een mond heeft om te zeggen van ik wil er liever thuis virussen. Een voorbeeld hoor. Maar hey, dat neemt niet weg. Ik heb een hele, hele leuke weekend gehad met Vince en zijn familie. Het was heel erg leuk en gezellig. En ik zal het niet vergeten. Want Vince's familie weet wel wat gezelligheid is hoor. Mijn familie ook heus wel hoor. Daar niet van. Maar met zoveel mensen, zeg maar, wat heel lang niet heeft gekund, dat is leuk. En daar moet iedereen dat weer eens een beetje op leren pakken. Hè, meiden? Ja, dat moet iedereen weer eens leren oppakken, ja. Dat moet iedereen weer leren oppakken, weet je? Ja. Jij ook. En met deze rat ga ik binnenkort naar de dierenarts toe. Hè? Want je ademt een beetje eng en ik heb niet altijd even genoeg geld. Bewindvoerder moet even vriendelijk zijn daarvoor. Maar ja. Ik ga de vlog weer afsluiten zoals ik net al zei. Het kan zijn dat Luna even naar de camera komt. Ja, daar komt ze. Oké, blijf je nou zitten of wat? Ja, daar is ze. Hallo. Ja, je bent lief. Maar ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En ik hoop dat jullie gaan abonneren op mijn kanaal. En een blauw duimpje omhoog zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende weekendvlog en weekvlog. Dus bij deze weer, rollado!